Ze raken met vieze vingers stiekem een stukje sushi aan. Jobba. Likken aan een sausflesje en tandenstokers. En stelen zelfs een gerechtje. Best vies en het mag niet. Waarom ze het doen is niet duidelijk, maar video's ervan worden miljoenen keren bekeken. De jongeren worden zelfs sushi-criminelen genoemd. Sushi komt uit Japan en bestaat meestal uit een bolletje rijst met vis. Het gerecht is heel populair en hoort echt bij de Japanse cultuur. Aan het eten zitten en terugleggen, dat doe je dus niet. De internettrend is dan ook groot nieuws in Japan. Restaurants zijn helemaal niet blij met de sushi-criminelen. Ze zeggen dat hun klanten door de vieze video's niet meer durven te komen.